kijkt naar een nieuw filmpje. Dit keer met mijn favorieten van augustus, zoals je al boven de titel hebt kunnen zien. Mijn favoriete producten van de afgelopen maand. Het is inmiddels weer september en het herfstige weer wat we al volop in augustus hebben gehad, wordt nu nog meer. Nu gewoon een paar zomerse producten die ik afgelopen maand heb gebruikt. Ik ga jullie nu mijn favorietje laten zien. We beginnen met een parfum en ik denk dat het niet mijn favoriet van augustus is, maar eigenlijk van altijd. En dat is, ik had hem al goed, Daisy van Marc Jacobs. En Daisy is gewoon echt een super lekker, vrouwelijk, fris, zoet, bloemig parfum. En hij is echt fantastisch. En het is een beetje stom. Ik heb in mijn stash filmpje met parfums die ik niet zo lang geleden heb opgenomen, echt heel kort geleden eigenlijk, opgenomen met mijn webcam, heb ik echt nog heel erg weinig, nou niet weinig parfums, maar sinds die tijd is het echt zo veranderd. En ik heb nu gewoon eigenlijk een hele andere, een compleet andere make-up stash, parfum stash. En ik ben nu ook heel veel geurtjes aan het opmaken. Geurtjes die ik al heel lang heb, geurtjes die ik niet zo heel erg lekker vind. Ik ga ook geurtjes weggeven, want ik denk, ja, het is ook zonde als ze maar in mijn kast staan. En ik heb er hartstikke veel. En ik gebruik ze niet. Trouwens, niet gaan e-mailen nu of ik een geurtje wil opsturen. Dat doe ik niet. Ik geef ze aan vrienden, familie. Dus niet vragen, ik stuur niet op. Anders dan wilt iedereen dat en er is geen begin aan. Deze dus. Echt een heerlijk parfum. Duur wel. Ik geloof dat deze 80, 90 euro was. 100 milliliter. Maar hij is echt heerlijk. En 100 milliliter is natuurlijk de grootste fles. En echt super lekker parfum. Dus aanrader. Dan heb ik 3 nagellakjes van de Diamond Cosmetics zomercollectie. De Caribbean geloof ik heette het. Cruise. Ik zet eronder bij. 3 nagellakjes. Als eerst deze schitterende donkerblauwe. Of nee, het is meer een diepblauw. Het is geen donkerblauw, geen marineblauw, geen kobaltblauw. Het is gewoon een hele felle blauw. En er zit een leuke glitter in. Hij heet Deep Blue Sea. En ik heb er nu meteen nagels staan. Echt, vind ik heel erg leuk. Dan heb ik deze. En de naam staat er niet op. Dus die moet ik heel even opzoeken. En dat zet ik er nu onderbij. Dit is een hele mooie licht blauw. Een beetje babyblauw. Een beetje babyroze. Dat is Banama. Banama Mama. Banama Mama. En dat is een mooie lichtroze kleur. Er zit een beetje koraal in. En ook heel erg mooi. Kostte 4 euro. Zijn online te bestellen. Dan heb ik 2 lipsticks. En dit zijn de Maybelline Color Sensational Lipsticks. De Shine. Dus de Color Sensationals zijn al een tijdje te koop. En die hebben donkerrode hals. Donkerrode huls. En dit zijn met de lichtroze hulzen. En die hebben echt een mooie shine in lipsticks. Zijn wel heel erg gepigmenteerd. En ik heb er 4 lipsticks van. En dit zijn mijn 2 favorieten. Als eerst heb ik een dupe van, eentje die er heel erg op lijkt, van de MAC Viva Glam Gaga lipstick. Dat is een hele mooie Barbie roze. Deze is iets paarser. En iets paarser moet je durven, moet je van houden. Maar daar zorgt het wel voor, dat vroeg een lezeres me ook, van worden je tanden niet iets minder geel omdat er paarser zit. En dat is zo. Ik heb wel het idee dat mijn tanden echt iets minder geel lijken. Terwijl lichtroze lipstick ze juist geler laat lijken. En natuurlijk een rood. Dit is Cherry Candy. En die andere heette Juicy Bubblegum. Dit is Cherry Candy. Die had ik laatst ook op in een video. Dare to make a change. In die video had ik deze op. En dat is een hele mooie kersenrood. Dan heb ik een ander lipproduct. Dat is helemaal nieuw. Dus deze maand, afgelopen maand, is uitgekomen. En dat zijn de Sleek Pout Paint. En ik heb er 4. En ze zijn er in veel meer kleuren. Ik geloof veel meer. Ik weet niet hoeveel. Ik draai ze even om. Ja. Ik heb er 4. Ja, dit zijn lipkleuren. Kun je afvragen waarom er blauw tussen zit. Nou goed, ze zijn ook gewoon geschikt voor visagisten. Als je lekker mee wil spelen, blauw dus. Maar de wit bijvoorbeeld is omdat ze ook perfect zijn om met elkaar te mengen. Dus als je bijvoorbeeld de rood koopt, dan kan je niet alleen knalrood lippen maken. Je kunt hem ook goed met de wit mengen en zo een donkerroze, lichtroze tint maken wat jij mooi vindt. Je kunt hem een beetje paars maken door de blauw er doorheen te doen. En natuurlijk kun je ook met de peachy tint experimenteren. Die kun je ook weer mixen. Je kan alles met elkaar mixen. Je kan echt een perfecte lipkleur maken. Heel erg leuk. Dus dat vind ik echt super tof. Ze zijn onwijs gepigmenteerd. Je hebt echt een klein druppeltje te gebruiken. Daar kun je hele lippen mee inkleuren. Dus dat vind ik echt super. En ze zijn heel erg zacht. Ze geven alleen wel af dat ze het minderen. Maar verder zijn het gewoon echt topproducten. Dus ze zijn ook niet duur. Het zijn een beetje namaken. Ik weet het niet. OCC. Goedkoper.
Dan een blush, kan natuurlijk niet ontbreken. Dat is MAC Pink Swoon. En dit is gewoon een hele mooie, perfecte roze blush is dit. Hij is gewoon heel mooi om licht roze wangetjes, iets felle roze wangetjes. Ik vind hem gewoon echt super mooi. Gewoon echt Barbie vind ik deze. Dus ja, ben ik heel erg blij mee. Dan heb ik een oogschaduw van Kiko. Dit is Color Sphere Eyeshadow nummer 3. En ja, dit is gewoon echt, het patroontje alleen al vind ik heel erg mooi. Dit is gewoon echt een hele mooie oogschaduw met een beetje een aardepatroontje zit erin. En de bovenkant is iets lichter, dus die kant gebruik ik over het hele ooglid, bewegend ooglid. En neem mijn wenkbrauw pot. En dan doe ik de onderkant pak ik een beetje mee en dan kleur ik dan mijn crease mee in. Dan heb je echt een hele basic, echt 2 minuten ooglook. Perfect als je snel naar school moet. Trouwens, zou je het leuk vinden om te zien een korte snelle look die je naar school kan dragen? Is maar een vraagje even tussendoor. Laat me even weten. Maar goed, deze gebruik ik daarvoor. Ik ga zo niet naar school, maar als ik snel ergens naartoe moet. Ik draag echt altijd oogschaduw, dus dan doe ik die erop. Echt heel erg mooi, vind ik. Kiko is trouwens alleen in buitenland te krijgen. Dus bijvoorbeeld in Duitsland en in Italië. En dan sluiten we af met... het NYX Houten Jersey Kit. En die wilde ik echt best wel lang al. En ik heb hem dus. En ik vind hem heel erg mooi. Maar ik heb er een review over geschreven. En heel veel van jullie waren niet enthousiast over hetzelfde gedeelte als ik. Waar ik ook niet enthousiast over ben. Dat zijn de oogschaduws. Je hebt dus een kit, een complete kit. En we beginnen dus de oogschaduws. En die zijn gewoon niet goed gepigmenteerd. Die zijn ook korrelig en... Junkie glitters. En nou vind ik het onderste gedeelte wel meevallen. Maar je betaalt voor de kit €25. Dus ik kan me voorstellen dat je denkt van... Wil ik wel goede oogschaduws. Maar je hebt dan een bladzijde. Het is echt een boekje. En je zit dan op de volgende bladzijde. En daarin zitten echt prachtige producten. Gewoon echt NYX kwaliteit. Weet je, als je een NYX paletje koopt van de Caribbean collectie. Die hebben hele mooie oogschaduws. Nou, dat is niet te vergelijken met dit. Maar dit wel. Dus je hebt hier 2 blushes. Een peachy en een roze. Nou, perfecte keuze. Roze of peachy. Dan heb je deze nog eens een beetje een highlighter blush. Een beetje met net een subtiele kleur erin. En dan heb je deze 2 bronzers met een shimmertje, zonder shimmertje, donker, licht. Ook perfect. En een nude en een lichtroze lipgloss. En deze kit is gewoon zo goed als compleet. Dus je mist natuurlijk oogpotlood, wenkbrauwpotlood eventueel. Mascara, maar qua kleur vind ik het perfect. Dus ik ben gewoon wel heel erg blij met deze kit. Ook al €25 is duur, absoluut, voor zoiets. Maar... ja, NYX producten waren vroeger misschien heel goedkoop. Maar het wordt allemaal ook wat duurder. En ik vind dit toch nog wel goed betaalbaar. En ja, ik vind deze bladzijde gewoon echt heel erg mooi. En bovendien, it looks gorgeous. Gewoon in je stijl. Ja, ziet er gewoon heel erg mooi uit. Dus leuk als je dit meeneemt. Als je ergens gaat logeren. Of je gaat bij je vriendje slapen. Of je gaat op vakantie. Dan ziet het er gewoon echt heel erg mooi uit. En het scheelt toch weer heel erg veel gewicht. En gerommel in make-up tasje als je gewoon één zo'n ding meeneemt. Plus een mascara, oogpotloodje en dat is het. Dus mijn mening daarover. En dat waren ze alweer. Mijn favorieten van afgelopen maand, van augustus. Ik hoop dat je het leuk vond om te zien. Ideeën voor nieuwe filmpjes, ik krijg ze graag. En dus laat het even achter bij de reacties. Laat ik even weten wat je ervan vindt. Ik wil je heel erg bedanken voor het kijken. En tot de volgende keer. Doeg!